In de aanstaande serie Koningshuis de Musical zal de eerder dit jaar overleden actrice Wimi Wilhelm postuum te zien zijn in een opmerkelijke rol als talkshowpresentator. Omroep Afro Tros heeft aangekondigd dat Wilhelm, die in september op 62-jarige leeftijd overleed na een kort ziekbed, een bescheiden maar onvergetelijke bijdrage zal leveren aan de zesdelige satirische serie. De eerste aflevering staat gepland voor 24 maart op NPO 3. Koningshuis The Musical belooft een unieke kijk op een musical over het Koningshuis... met het koninklijk echtpaar dat ter ere van de honderdste voorstelling de show bijwoont. Terwijl het publiek zich vermaakt met het spektakel op het podium... volgt een sterverslaggever van een showbizprogramma nauwgezet... de perikelen van de cast en crew achter de schermen. De serie, bedacht en geschreven door Diederik Ebbingen... heeft een indrukwekkende cast met hoofdrollen voor Noortje Herlaar... Daniel Cornelissen, Henk Poort, Marcel Hensema... De Melissen en de postuum-verschijnende Wimie Wilhelm als talkshowpresentator. Haar bijdrage voegt ongetwijfeld een bijzondere dimensie toe aan de serie. Wimie Wilhelm was bij het grote publiek voornamelijk bekend door haar rol in de serie Baantje. Haar talent strekte echter verder, met bijrollen in talloze films en series, evenals lof voor haar werk als regisseur. Zelfs na haar overlijden was ze te zien in projecten als Ferry, de serie en Mout en Babs. Wat getuigt van haar blijvende invloed op de Nederlandse entertainmentindustrie, haar onverwachte verschijning in Koningshuis de Musical zal ongetwijfeld een eerbetoon zijn aan haar veelzijdige en geliefde carrière.